Dit is het zenuwcentrum van een rallyauto. De rijder stuurt. Als die wint, gaat alle aandacht naar hem uit. Maar vanuit deze plek gebeurt het echt. Het zenuwcentrum. In Nederland op de lange rechte stukken misschien onderschat. Dat is het echt gewicht. Maar in het buitenland heel belangrijk. De navigator en zijn pace notes. Rechts 3, links 3, 50. Links 1 plus rechts 1 over top. Links 2 plus top 100, links 8 rond glad. Ja, dat hangt een beetje van de navigator zelf af. Als je als navigator jezelf als doel stelt dat je alleen de notes opleest, dan ben je inderdaad in veel stukken van veel proeven in Nederland ben je ballast. Alleen ik denk dat er veel meer te doen is in zo'n auto. Ik denk dat je een stukje sfeer aan het bepalen bent. Ik denk dat je een stukje je rijder positief aan het beïnvloeden bent om op die manier te helpen om zoveel mogelijk zijn hoofdtaak, het rijden van die auto. Rechts 5. Het verschil tussen Nederlandse proeven en buitenlandse klassementsproeven is meteen al duidelijk. In Nederland veel lange rechte stukken en helaas veel industrieterrein. De uitdaging ligt vooral in het buitenland, zoals in Ierland waar Chris Vlaar en Bart van Riemsdijk reden. Rond lang omhoog. Rechts 7 rond lang omhoog. Dan 80 links 3 over top. Ja, dat is eigenlijk veel simpeler als dat het lijkt. Dat heeft gewoon met een stukje geografie te maken. In Nederland hebben we lange rechte wegen waar 500 meter helemaal niets te vertellen valt. Terwijl als je in het buitenland komt, in de Ardennen of waar wij dan onlangs geweest zijn in Ierland, daar praat je over 500 meter. Daar zitten misschien wel 6 of 7 verschillende bochtsituaties in of naar boven en beneden of andere aanwijzingen die je aan de rijder kan geven. Bart van Riemsdijk is een van de topnavigatoren in de Nederlandse rallysport. Hij heeft niet alleen veel ervaring in allerlei soorten Nederlandse evenementen, maar reed al veel in het buitenland. Het is als wij top oké zeggen, dan betekent dat er niets achter die top aankomt. Dus dat hij niet hoeft te remmen over die top. Dit betekent een top down, dit is een pijltje naar beneden. Hier zie je hem ook, links 3, down. Dat betekent dat het zo ver naar beneden gaat dat je dus jumpt. Dus dat is een soort van richel waar je afrijdt. In principe, als je praat over de notes zoals ze in deze twee boeken staan, zijn ze eigenlijk hetzelfde. Alleen in Nederland heb je veel minder variatie daarin. Er komen ook dingen bij als naar boven en naar beneden. Of dat de weg dus naar boven of naar beneden loopt. Dat is iets wat in Nederland natuurlijk niet zoveel voorkomt. In Ierland bijvoorbeeld, er zaten heel veel jumps in. En wat heel specifiek was aan de Ierse notes, is dat alle bochten gaan over een heuveltje. Dat betekent, op het moment dat je de bocht inrijdt, kan je niet zien hoe de bocht eindigt. Dus dat betekent dat er een hoop informatie achter die bocht aankomt van opent of knijpt of rond. En dat zijn dan ook dingen die je heel veel hoort in de Ierse notes. In Nederland is dat minder belangrijk, want op het moment dat je dan een bocht instuurt, dan zie je vaak het eind van de bocht al en dan weet je dus ook wat er aankomt. Net zo even top, 50 rond, flying finish. Oh. Mooie proef, hè? Oh. Goed tempo ook in. Oh, werk hoor. This is rally, man. Mijn taak is om te zorgen dat ik een stuk zelfverzekerdheid uitstraal in die auto, waardoor mijn rijder het idee heeft van alles is onder controle. Plus rechts 7, links 6, rechts 7, 80, links 4. Godverdomme! Op dat moment in de auto is er maar één teleurstelling die bij mij op dat moment door mijn hoofd heen schoot. Hier stopt het. Ik zie geen proeven meer in Ierland.